allemaal, hier is Ellen weer van E-Lunch. Welkom weer op mijn kanaal en ook voor nieuwe mensen, welkom hier. En als eerste wil ik even aangeven dat ik altijd weer zo blij ben weer met alle feedback en alle likes die ik gekregen heb. Ontzettend hartstikke bedankt, dat geeft mij weer meer de energie om door te blijven gaan met deze kaartleggingen. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Ellen. Ik ben yogadocent, energetisch healer, maar zeker ook tarotist. Hier liggen ze, de tarotkaarten, maar ook voor mijn orakelkaarten. Dus eigenlijk op alles gebied van ja, mensen te kunnen helpen, inzichten te geven. En vandaag ben ik er voor jou, kreeft, voor de maand februari 2021. Als eerste, voordat we gaan kijken naar de kaarten, de boodschappen, wil ik altijd nog even aangeven dat het een algemene reading is. Dus het kan zijn dat het niet voor iedereen resoneert. Is dat zo het geval bij jou dat je zegt van nou, ik zie geen herkenning? Ga dan eens kijken naar het sterrenbeeld van je ascendant. Mocht je dit niet weten, op internet, op Google kan je heel veel sites vinden waar je het kan laten berekenen. Dus ik zou zeggen, ga dan daar eens eventjes kijken voor jezelf. En dat gezegd hebbende, gaan we kijken welke boodschappen er door mogen komen. Als eerste heb ik kaarten getrokken vanuit het maanorakel en er kwamen twee kaarten uit. Als eerste, ik ga even kijken in mijn boek, is de nieuwe maan in vissen, mediteer en denk na. De kaart kan gaan over dromen, over poëzie. Maar het geeft aan dat er een nieuw begin zou kunnen komen voor jullie, kreeften, in de maand februari. Het kan zijn waardoor je je zowel in de wolken voelt als totaal veranderd kan gaan voelen. Het feit is dat het ja, zodanig is iets wat in je leven komt, dat het je ook verward en teleurgesteld kan het gevoel kan geven. De kaart kan ook aangeven dat je verward kan raken door datgene wat in je leven komt. Zeker als het jou herinnert aan iets van vroeger wat je al eerder hebt meegemaakt. Dus dan kan het ook wat teleurstellend bij jou binnenkomen. Maar de kaart geeft zeker aan voor jou ook, als je op dit moment bezig bent voor jezelf met dingen, of dat je in een situatie zit waarvan jou zelf, dat je denkt van nou, dat is wat ik graag wil, dat het positief aanvoelt. Dan geeft de kaart aan dat je nog meer mag gaan wensen en manifesteren voor jezelf vanuit de grond van je hart. Want dat zijn de woorden van je ziel. Juist om dat te kunnen gaan helpen, ja, weet je wel, verwezenlijken wat je heel graag wil. Het kan zijn dat het voor jou zoiets heel raars klinkt, dat van dat manifesteren en dergelijke. Maar het gegeven is gewoon van, weet je, hoe meer je het uitspreekt voor jezelf en naar anderen toe. En hoe meer je het echt in het gevoel voor je ziet wat je heel graag wil gaan bereiken. Dan geeft deze kaart aan, dat geeft juist net een beetje dat setje om het in je leven naar je toe te trekken. Ja, de kaart geeft toch ook wel aan dat er juist door dingen, de nieuwe dingen die dus op je pad mogen gaan komen in februari voor jullie kreeft, dat het je ook weer bepaalde angsten kan geven waar je doorheen moet. Dus er zijn nog een aantal dingen die afgehandeld mogen worden. Heb je op dit moment een situatie waar je in zit, waar je dus inderdaad een oplossing zoekt, dan gaat dat ook gebeuren in februari. Zorg er ook voor, dus inderdaad wat ik al eerder zei, van als je dus bezig bent met je droom te verwezenlijken of dat je heel graag iets wil gaan doen, ondernemen of een plan uitwerken, laat je niet afleiden door anderen, geeft ook deze kaart aan. Ja, dus het is gewoon heel goed voor jullie, ja, weet je, goed bij jezelf te blijven en je te focussen op datgene wat, ja, wat jullie heel graag willen. De tweede kaart is, de maan in het vaste kruis wijkt niet af van je standpunt. Nou ja, dat zegt het dus eigenlijk al, wat ik net zei. Staat ook weer voor verandering voor jullie. Het is het teken dat de situatie waarover je een vraag stelt nog lang niet voorbij is.
Als je niet tevreden bent met de huidige stand van zaken, is dat uitstekend. Het betekent dat je de uiteindelijke uitkomst nog kan bijsturen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat de situatie wel eens onstabiel zou kunnen zijn op dit moment. En voor sommige mensen is dat juist goed nieuws, want ze kunnen de situatie nog beïnvloeden. Anderen hebben moeite met deze onzekerheid, maar moeten nog even volhouden. In ieder geval geeft deze kaart aan dat er op dit moment nog helemaal niets vaststaat in februari. Dus het kan eigenlijk nog alle kanten opgaan. Dat het een energie aangeeft dat je op dit moment echt naar je doel aan het rennen bent, bijna, laat ik maar zeggen. En dat is alleen maar goed, zegt deze kaart aan. Blijf flexibel, want dat is de sleutel voor jou, voor succes. In ieder geval dat het goed gaat komen. Ook weer dat deze kaart aangeeft dat je dus je niet laat afleiden door wat dan ook. Het is tijd om te concentreren. En de andere kaart gaf ook aan mediteren en denk na. Dus ook weer dat stukje, af en toe even een stapje terug. Desnoods elke dag even 5 of 10 minuten even stil, alleen zitten met een muziekje. Even tot jezelf komen. Dus ja, dat zijn eigenlijk de twee kaarten vanuit het maanorakel. Die jou toch wel aan willen geven van oké, ook al is er een situatie, weet je wel, niks staat nog helemaal vast. Je kan het nog helemaal voor jezelf veranderen, mocht dat mogelijk zijn voor de maand februari. Dus weet je wel, niks staat nog helemaal vast. Vanuit Avalon, ook daarin kwamen de twee kaarten naar voren. En als eerste heb ik hier de Serpent. Oftewel de slang. Deze geeft aan dat de situatie waar je nu in zit een bepaald doel hebt. Dus weet gewoon van oké, waar je nu doorheen gaat, geef je weer nieuwe ervaringen, nieuwe inzichten. Hoe moeilijk ook, om hier meer begrip even duidelijk in te krijgen, ga dan eens op onderzoek uit. Lees er een boek over, ga naar mensen, vraag hen om verduidelijking. Dus dat is eigenlijk dat leerproces waardoor je nu in deze situatie zit, hoe moeilijk het ook is. Dat je nu lijdt, met een lang ei, kan ook aangeven dat er nog onderliggende patronen of trauma's liggen, waardoor het aanhoudt zoals het nu is. Helen is nodig met rust, slaap of verdieping in wat losgelaten mag worden. Dus je mag inderdaad stappen gaan ondernemen voor jezelf. Dat je daar eventueel hulp bij vraagt, bij mensen om je heen. Soms zien mensen om je heen het nog scherper als dat je er zelf in zit. Dus misschien dat je bij hun ook om verduidelijking kan vragen wat de kaart aangeeft. Dus deze kaart geeft dus heel duidelijk wel aan wat voor mij ook de slang ook aangeeft, is transformatie. Dus weet dat je de dingen kan veranderen voor jezelf en meer inzicht mag gaan krijgen en een soort lering mag zijn. Daarnaast heb ik Perception. Perception staat voor waarnemen. Sluit heel goed aan op die vorige kaart natuurlijk, van de slang. Hoe neem jij je leven en je situatie waar op dit moment? Vanuit oude patronen, oordelend of overtuigingen. Is dat zo? Dan is het nu tijd om stil te mogen staan daarbij. Kijk objectief naar jezelf, naar binnen, neutraal, zonder oordeel. En stijg boven jezelf uit en realiseer je dan dat dingen soms niet zijn zoals ze daadwerkelijk zijn. Neem voor nu even geen actie, maar observeer en transformeer hoe je werkelijk nu in het leven staat. Ook geduld geeft deze kaart aan. Dus soms willen we te snel dat er iets mag gaan veranderen of te snel iets in ons leven gaat komen voor een oplossing. En soms heeft het juist tijd nodig om te kunnen rijpen. Misschien een raar woord wat ik daarvoor, ik weet even geen ander woord ervoor. Maar soms heeft het gewoon tijd nodig om tot de juiste inzichten te mogen komen. Ja, dus dat is eigenlijk voor februari wat voor jullie eraan zit te komen kreeft. Dus heel veel nieuwe inzichten in ieder geval. Ik ga even kijken van de tarotkaarten. Deze ligt voor de algemene energie voor de maand februari. Ja, dit sluit wel weer aan. De schildknaap van pentagram staat ook voor observeren. Je ziet ook hoe die dus heel aandachtig naar zijn pentagram staat te kijken. Hij zit aan het observeren van oké, wat kan ik hiermee?
Dus eigenlijk, zoals de orakelkaarten aangaven, kijk heel objectief, neutraal naar de situatie waar je nu in zit. Vraag eventueel verduidelijking aan anderen, mocht je er zelf niet uitkomen, maar kijk eventjes wat het met je doet, welke gevoelens daarbij oproepen. Ga inderdaad ook wat het maanorakel ook zei, boeken daarop naslaan. Ga er vragen over stellen over je situatie waar je in zit, om nog meer verduidelijking te mogen krijgen. Om er tot een oplossing te mogen komen. En ter verduidelijking, de drie van staven sluiten ook op aan. Hè? Het is iemand die afwachtend staat te kijken van... Oké, ik heb nu alles voor mij nu wel gepland en alles, maar wat is nu mijn volgende stap? Dus dat is eigenlijk toch wel de algemene energie voor de maand februari. Dus daarin hebben de orakels daar helemaal gelijk in. Dit sluit er alleen maar op aan. Ter versterking vind ik dan meer. Bevestiging vanuit de tarotkaarten. Dus wees gewoon daar gewoon alert op dat je voor de maand februari lekker met jezelf bezig mag zijn voor je verdere ontwikkeling. Je uitdagingen. Nou ja, de uitdaging de wereld. Is het einde van het cycli van de grote arcanen vanuit de tarot. En dat betekent eigenlijk van, ja, waar ben je eigenlijk nog naar op zoek? Weet je, je mag het gewoon nu doorleven. Het leven leiden waar je hard voor gewerkt hebt, waar je nu staat. Dus ja, wat is eigenlijk nog voor jou qua actie om te ondernemen? De aas van pentakels heb ik getrokken ter verduidelijking. Nou ja, dit staat ook voor nieuw begin, hè? Nieuwe kansen. Je ziet ook de weg die onder het pentakel doorloopt van oké, de poort voor nieuw begin, nieuwe kansen, groei. Je ziet ook de planten. Ik hoop dat het goed te zien is. De planten, de bloemen die er omheen hangen van de pentakel, de pentagram. Die geeft ook heel duidelijk aan gewoon een nieuw begin. En ja, je staat gewoon nu weer aan een nieuw cyclus. Voor ja, qua actie in de maand februari. Dus ja, wat is de actie? Weet je wel, wees klaar om jezelf te observeren. Nieuwe inzichten te krijgen. En daardoor weer nieuwe stappen te mogen gaan ondernemen voor jezelf. De adviezen. Ja. Nou ja, de adviezen zijn dus inderdaad, hè, wat de orakels en alles al gezegd hebben. Weet je, laat bepaalde dingen, laat dat los. Vaste overtuigingen. Zet nieuwe dingen neer voor jezelf. Hoe je naar situaties kijkt, waar je op dit moment in zit. Zet een punt achter bepaalde dingen waarvan je denkt van oké, dat stagneert mij. Ga op onderzoek uit voor jezelf. Weet je wel, blijf niet staan waar je nu staat, maar ga gewoon heel geduldig en behoedzaam, zo, kom niet maar uit mijn woorden, behoedzaam, stappen ondernemen, weglopen uit de situatie nu waar je in zit, want dat brengt jou niks meer, dus waarom blijf je daar dan nu, weet je, keer het terug toe, ga er van weg. Ga voor jezelf observeren. Ga voor jezelf na. Weet je, hoe kan ik het nu anders gaan aanpakken voor mezelf? Ter verduidelijking heb ik de koningin van Staven. De koningin van Staven staat voor de onafhankelijkheid. Ja, de adviezen vanuit de energieën of universum, hoe je het wil noemen, geeft dus ook heel duidelijk aan van, kijk nou eens goed naar jezelf. Want jij hebt gewoon capaciteiten in je. En zodra jij ze ziet en omarmt, weet je, kan je die stap ook maken om bepaalde dingen achter je te laten. En dus te gaan kijken van wat er nog meer is aan de horizon. Aan de andere kant van de horizon. En de koningin van Staven is toch echt wel een vrouw die er gewoon staat en weet wat ze wil. Dus ga goed na voor jezelf. Welke potenties en talenten je in je hebt. Want op het moment dat je die kan grijpen, kan je echt verder actie gaan ondernemen in februari, kreeft. De uiteindelijke uitkomst. Ja. Gematigdheid. Ik ben even de camera aan het zoeken. Gematigdheid, dus inderdaad je balans vinden. Balans vinden van, oké, wat is reëel en wat is niet reëel. Water staat voor go with the flow.
Dus ook daarin het geduld. Niks willen forceren voor jezelf in de maand februari. Maar laat de dingen gewoon op je pad komen zoals het gaat. En accepteer het en onderga het. En ga mee. Weet je wel, ga mee met de golfslag van het water, zeg ik dan altijd maar. Weet je wel, ga mee met de rivierstroom. Ga er niet tegenin. Nee, laat je gewoon meevoeren. En zie waar het uiteindelijk naartoe gaat. Ja, want als ik dan kijk naar de zes van bokalen, is eigenlijk ook hè, dat het loslaten ook. Wat hiervoor lag als advies. Weet je wel, wat geweest is, is geweest. En sommige herinneringen, die kunnen je ook vastzetten, net als met angsten. Weet je, sommige herinneringen die we hebben van God, wat we wilden als kind zijn. Of wat we 5 jaar geleden wilden neerzetten. En dat willen we eigenlijk nu ook. Maar ja, is dat allemaal wel daadwerkelijk, hè, wat de gematigdheid zegt, is dat ook echt wel reëel? Is dat wel reëel op dit moment, in jouw situatie, om hetzelfde te willen? En misschien is dat gewoon niet zo. Dus dit is eigenlijk ter verduidelijking, kijk daar heel goed naar. Of bepaalde dingen nog wel kunnen in jouw huidige situatie. Ja, kreeft, dit is best wel voor jou een maand van bezinning en een maand van zelfontwikkeling ook. Maar keuzes maken voor jezelf, heel duidelijk. En meer zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen om te weten wat je al in huis hebt. Dat zegt de wereld heel erg duidelijk. En dat is ook de actie. Actie in die zin, het vertrouwen in jezelf en gewoon te doen. Wat de gematigdheid uiteindelijk ook zegt van go with the flow. Laat het op je afkomen wat er komt. Niet te veel over nadenken. De aas van pentakels geven heel duidelijk aan. Het is een heel nieuw begin wat er gaat komen in februari. Ga er niet te veel zorgen over maken. Het komt allemaal goed. Ik ga vanuit de Lendemann kaarten nog even kijken. Of ik nog wat boodschappen mag ontvangen. Van de kaarten die al op tafel liggen. De boodschappen die we al hebben mogen ontvangen voor jullie kreeft. Even kijken wat ik nog wat boodschap. Ja, en als er nog wat aan jou zit te knagen, wat voor jou niet goed voelt, of dat er met mensen te maken zijn, of dat je nog iets wil uitspreken naar iemand, of dat je voor jezelf zegt van nou, wat is het allemaal nog? Nou, dat ligt bij de schildknaap van pentagrammen en bij de drie van staven. En dat is wel het ondervinden van, oké, observeren, waar sta ik nu en waar ga ik nu heen? Ook weer dat, wat knaagt er aan je? Dat is een soort last, gooi die last van je af. Kijk dat je die last om kan zetten naar iets wat meer, ja, weet je wel, meer potentie kan geven aan jou, een lering voor jezelf. Ik trek hier de slang, nou ja, de slang die had ik dus in de maanorakel ook. Ik pak hem er even bij. Wat leuk om naast elkaar te houden. Ik hou dan vanuit de Lenormand, heb ik hem toch voor mezelf, dat dan zeg van ja, transformatie, ook weer een nieuw begin. Durf dat ook aan te gaan voor jezelf. Want ja, die energieën liggen er nu eenmaal voor de maand februari, dus durf dat ook gewoon aan te gaan. Durf die stap te nemen om, zoals die zes van zwaarden ook aangaf, hè. Kijk eens ook aan de andere kant van de horizon, wat daar is voor jou, wat geweest is. Heeft jou niet kunnen brengen wat je nu heeft gebracht. Daardoor zit je nu in de situatie waar je niet meer verder kan. Dus kijk verder. Wat is er nog meer? Weet je, hoe ouder wij worden en hoe meer we leren, hoe meer we meemaken, hoe meer inzichten we over ook onszelf kunnen krijgen. Niet over de situatie, maar ook over onszelf. Dus kijk daarin voor jou dat stukje transformatie. Ja, en je gaat het ook bereiken. De sterren. Datgene, weet je, wat bij jou goed voelt, de keuzes die je uiteindelijk gaat maken eind februari, gaan je ook geven wat je heel graag wil. De sterren zijn heel erg positief. Dus voor jou kreeft heel veel uitdagingen. Ik hoop dat het voor jullie geresoneerd heeft. Is dat zo? Geef het dan een like. Geef eventueel een feedback hieronder. Dat vind ik helemaal hartstikke leuk. Geef even aan of de kaarten jullie de boodschap hebben gegeven waar jullie naar zochten. En mochten jullie een persoonlijke reading willen, dan gaan we natuurlijk nog veel dieper in op bepaalde onderwerpen. Kan je altijd met mij contact opnemen. Zometeen
komen mijn gegevens voorbij. Neem dan vooral vrijblijvend contact op, ook als je informatie wil. Ik ga jullie de volgende keer weer zien.